komt eraan! Vandaag is het een zaterdag en dan zou je zeggen van ja, hoe druk kan het nog worden op de zondag? Maar het wordt nog veel drukker op de zondag. Er komen groepen, grote groepen uit Weert. Er zijn allerlei andere spelers die van kluchten, maar ook reenactors die weer meedoen. Het wordt morgen nog drukker, want we gaan na het einde van de dag gaan we schieten. En dat wil zeggen, we gaan echt met kanonnen gaan we van de ene kant van de Maas naar de andere kant van de Maas schieten en weer terug. Wat bijzonder is van Graven en van dit spektakel dit jaar, is dat het erg inclusief is. Dat is al één. Twee, we hebben een monumentale omgeving wat een enorm mooi decor is voor zulke festivals. Dat is twee. En als drie, we zijn het meest bevochte festivalstadje van Nederland. En dat ja, met een enorme historie. We hebben aan de basis gestaan van de Republiek. Nou, dat is een historie die zo belangrijk is en die hier zo beleefbaar is, dat het Graven uniek maakt. Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.